Leuk dat je weer kijkt naar het leukste programma voor kinderen uit Utrecht. Vandaag in de uitzending volgen we de 12-jarige Zackie bij musical The Bodyguard. Zien we hoe het is om een meester voor de klas te hebben. En nemen we een kijkje bij het optreden van DJ Bastien. Mijn naam is Charlotte Knobbe en je kijkt naar Noon! Ik hou zelf meer van rustige muziek, maar de 10-jarige Kees staat van keiharde metal en rock. Hij drumt in de band Angry Neighbors en oefent iedere week. Ik ging ooit op een proeflesje en ik luisterde ook ooit. En heb ik toen een rockliedje van mijn vader, want mijn vader luisterde ook best wel. Heb ik die geluisterd, toen hoorde ik die trance nog best wel vet. Toen heb ik ooit een proefles gedaan. En toen dacht ik, ja, dit is echt iets voor mij. Mijn favoriete drummer is Dave Grohl, Cesar Zuiderwijk. Kees drumt nu 3 jaar, maar is al heel goed. Daarom drumt hij in een band waarvan de rest 6 jaar ouder is. Nou, volgens mij vinden zij ook. Ik vind het wel leuk dat je helemaal los kan gaan. Je kan er altijd nog dingen bij verzinnen als het een beetje saai is, zeg maar. Ja, het is best moeilijk, ja. En wat is er zo moeilijk aan? Nou, want soms dan drum ik dus met muziek op moren. En dan is het best makkelijk, want dat is zeg maar echt het originele liedje en daar hoor je het ook beter. En soms dan gaat het met de band fout. En dan weet ik niet echt heel goed waar ik ben gebleven. Dan. Soms dan bedenk ik zelf een paar dingen, soms dan doe ik gewoon even, weet ik niet wat ik doe. En soms dan oefen ik de liedjes die ik moet doen. Ik wil er wel beroep mee worden, ja. Wil jij weten hoe alle trommels van een drumstel heten? Ga dan naar www.noontv.nl. Op de meeste scholen staat er alleen een juf voor de klas. Maar op de Sint-Nicolaas-school in Odijk krijgt de leerlingen les van een juf en een meester. Vorige week waren wij op kamp. En ik wil graag horen van jullie, wat was het leukste van kamp? Lekker slapen. Het slapen of het niet slapen? Het niet slapen. De groep 8 kinderen van de Sint-Nicolaas-school in Odijk hebben 2 leraren voor de klas staan. Juf Yvette en meester Erik. Meester Erik vertelt altijd hele leuke verhalen los van zichzelf. De meester, die is wat strenger in dingen. Hij legt het uit op een moeilijke manier, maar dat je het wel snapt wat er ook echt gebeurt. En wat vind je van de juf? Nou, ze is wat relaxter. Zo, die laat heel veel foto's zien op Facebook. En dan vertelt ze ook hoe haar vakantie was. Is soms een beetje snel aangebrand. De juf is wat meer van gekke gedrag. Ik ben misschien wat meer van gesprekjes, verhaaltjes. Ik haal heel veel spullen erbij om dingen te laten zien, aanschouwelijk te maken. Hele verschillende meningen over meester Erik en juf Yvette. Maar wat maakt het eigenlijk uit? Van elke 10 leraren is op de basisschool op dit moment ongeveer maar 1 een meester. De rest is juf. Er is dus een tekort aan meesters op school. Maar in deze klas weten ze dus als een van de weinigen hoe het is om les van allebei te hebben. Het is wel heel afwisselend omdat ze heel verschillend zijn. Want de meester vertelt meer uit zijn hoofd bij lessen en zo. En de juffrouw iets minder, maar die doet andere dingen. Ik vind de meester en de juffrouw heel fijn omdat je kan zien hoe de meester doet en hoe de juffrouw doet. En maakt het dus uit of er een man of een vrouw voor de klas staat? Nou, maar maakt het eigenlijk niet zoveel uit of er een juf of een meester voor de klas staat. Maar meer uit hoe ze lesgeven. Maar ik maak er niet zoveel uit als ik maar een aardige juf of meester heb. Deze klas heeft in ieder geval geen voorkeur.
Heb jij altijd al iets willen weten over een bepaald dier? Dierendokter Tessa beantwoordt al je vragen. Hoi dierendokter, ik heb een vraag. Wat moet je doen als een schaap op zijn rug ligt? Hallo, dankjewel voor je vraag. Schapen moeten inderdaad hulp krijgen als ze op hun rug liggen. Wat er namelijk gebeurt, is dat als ze op hun rug liggen, dat de organen allemaal op hun longen duwen. Als dat gebeurt, dan kan je jezelf ook wel voorstellen, als je iets op jouw longen drukt, kan je minder makkelijk ademen. Als dat gebeurt, dan gaat het schaap dus uiteindelijk stikken. Wat je dus moet doen in dit geval, is het schaap weer netjes op zijn poten krijgen. Maar dat kan je niet zomaar doen. Dat moet je rustig doen. Eerst op de kont het schaap helpen en daarna een stukje verder. En dan heb jij dit schaap gered. Dankjewel voor je vraag. En heb jij nou ook een vraag? Stuur hem dan in. De nieuwe Hartwell op Martin Garrix worden. Dat is de droom van de 11-jarige Bastiaan uit Doorn. Hij treedt overal op als DJ Bastien. Ik had gezien op YouTube DJ dus en toen wou ik het ook doen. En toen hadden mijn vader en moeder een klein setje gekocht. En toen ben ik doorgegaan oefenen met DJ'en en nu sta ik hier. Mijn stijl is Big Room, als niet hardstyle of hardcore, maar dus daaronder, gewoon net eronder, wel een stevige kick zit erin, dat je lekker dansen kan. Bastiaan heeft al in Ahoy en in Spanje opgetreden. Maar vandaag staat hij op het festival Ibiza Fair. Zijn publiek reageert altijd enthousiast op zijn optredens. Ik ben natuurlijk best jong. Dus dan zeggen ze, oh gaaf, doe je dat nu al? Hoe oud ben je? En dat soort dingen. En mijn goede voorbeelden zijn vooral Hartwell en Martin Garrix. Omdat Martin Garrix heel goed met het publiek kan omgaan. Je kan ze heel goed meekrijgen en Hartwell vind ik hele goede muziek maken en een hele goede stijl. Omdat Bastiaan 11 jaar is, moet hij zich wel aan bepaalde regels houden. Ja, eentje vind ik de irritantste. En dat is dat je niet na 11 in de avond mag draaien. Dus dan moet je om die tijd stoppen en dat vind ik wel erg jammer. Want de meeste clubs gaan dan pas open. Na de middelbare school wil Bastiaan naar de Herman Brood Academie. Net zoals Martin Garrix. En dan is het nu tijd voor Noon Tryout. Iedere week test ons team hoe mensen reageren op gedurfde experimenten. Noon nomineert Tamara. Vandaag ga ik onbekende wijs maken dat we elkaar kennen. Hoi, ik ken je ook niet. Ken je me echt niet? Nee. Hey, hoe is het? Hi. Hoe is het? Hey meid. I can't speak. Oh, how are you? Yeah, I'm fine. How are you? Waar ben je van? Was 2 jaar geleden of zo? Ja. Op het feestje van Laura. Laura hoe? Laura, ik weet niet, ik spreek haar de laatste tijd niet meer. Uit Utrecht? Ja, uit Utrecht. Lang niet gezien. Sorry, ik herken je niet. Jij bent Tom, toch? Nee, Chris. Nee. Chris. Ja. Ja, volgens mij kennen we elkaar. Ja? Feestje van Laura. Ja, was in de stad. Met Laura en zo. Die ken ik helemaal niet. Hoe heet je dan? Maaike. Maaike? Nee, dan heb ik de verkeerde. Doe je bril eens af, misschien herken ik je gewoon niet. Ja. Ja. Het zijn de ogen van Chris. Ja. Sorry, ik weet het echt niet. Daar is de camera. Oh, dat was ongemakkelijk. Niemand geloofde dat ik ze kende. Maar ik heb wel nieuwe vrienden gemaakt. Op zondag naar school
De meeste van jullie moeten daar waarschijnlijk niet aan denken. Maar voor de kinderen van de weekendschool is het de normaalste zaak van de wereld. Het idee van de weekendschool is dat gemotiveerde kinderen uit achterstandswijken extra onderwijs krijgen. Zij leren wat voor beroepen er allemaal zijn. De kinderen volgen allerlei vakken, zoals geneeskunde, recht, filosofie, beeldende kunst, journalistiek, ondernemen en politiek. Deze week is het thema sport. Dit ben ik dus, Helene Heemskerk. Je ziet mij in twee fotootjes staan. En ik ga regelmatig de scholen langs om te vertellen hoe het is om topsporter te zijn. Ik vind de weekendschool heel erg leuk, omdat je vooral heel vaak verschillende dingen gaat doen. En je leert er ook best wel heel veel van. Je leert verschillende sporten, verschillende beroepen en wat er allemaal bestaat in deze wereld. Ik vind het een hele leuke school. Ik kan er zoveel leren. Ik heb mijzelf ingeschreven hiervoor omdat ik als ik over twee maanden naar de middelbare school ga, dan heb ik al een zetje gekregen vooruitgang. Ja, kom maar. Ja, kom maar. Hoor bij jou. Hoor bij jou. Sorry. Goed zo. Ik vind het belangrijk om op de weekendschool les te geven dat kinderen verschillende soorten sectoren les krijgen. Dus dat ze keuzes kunnen maken in het vervolg van hun onderwijs. De weekendschool vind ik heel erg leuk en ook heel handig, want nu weet ik zeg maar meer wat ik later wil gaan doen. En weet je wat je later wil gaan doen? Ja, ik wou leraar worden, maar nu wil ik waarschijnlijk een gymlerares worden. Oké, en komt dat door vandaag? Ja, denk ik wel. Ja, ik wil heel graag advocaat worden, want pas geleden hadden we nog de vak recht. En toen was ik ook uitgekozen om advocaat te worden. En ik deed het wel heel erg goed. Oké, 3, 2, 1. Zingen, acteren en dansen tegelijk. Dat doe je in een musical. De 12-jarige Zeki speelt in de musical The Bodyguard. En hij laat ons zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Hallo, ik ben Zeki. Ik speel in de musical Bodyguard. En ik ga nu opwarmen in de studio. Bodyguard vertelt het spannende verhaal van een verboden, onmogelijke liefde tussen een superster en haar bodyguard. Zeki speelt de zoon van de superster in deze musical. En zou je ons een beetje kunnen rondleiden? Ja hoor. Nou, kom maar mee. Hier zijn de mensen die de pruik maken. Ja, ze maken altijd heel veel pruiken voor het geval dat er bijvoorbeeld eentje weg of kapot of zo is. Gaan we hier naar beneden. Moeten jullie hier een beetje stil zijn? Daar, zoals jullie zien, is het toneel. En hier liggen al mijn kleren. En hier kleed ik me altijd om. Kijk, dit zijn de kleren. Dus dit is bijvoorbeeld van How Will I Know, allemaal. Yes, dit zijn nog andere scènes en dit is voor het eindslot. En dan is het nu tijd voor de dilemma's. Elke week kiest een presentator uit twee opdrachten. De opdrachten van deze week zijn... Of je hebt een blok aan je been. Of je moet op handen en voeten lopen. Ben jij benieuwd welke ik kies? Kijk dan op onze website. Volgende week in de uitzending de Kika sponsorloop, de vrije school en een Minecraft eiland. Tot volgende week, tot noon! Ba
wa na ma na ma na ma ma na ma ma.